Big data, oftewel in goed Nederlands heel veel gegevens. Door het gebruik van computers en mobiele telefoons komen er steeds meer gegevens over ons gedrag beschikbaar. Maar wat kun je daar nou mee? En wat hebben ondernemers eraan? Ramon Leenders van CETAC in Den Bosch die adviseert bedrijven over het gebruik van big data. Vandaag dus een cursus Big Data voor Dummies. We pakken hem erbij. Ja, Ramon, wat voor gegevens zijn dat nou eigenlijk? Nou, het zijn eigenlijk gegevens. We praten eigenlijk altijd over data en dat is wat we gewend zijn van wat in je eigen bedrijfssystemen zit. Ik weet aan wie ik iets verkoop, ik weet aan wie ik een factuur heb gestuurd, aan wie ik een levering heb gedaan. Maar dit is eigenlijk, je zegt het zelf al, het gebruik van je telefoon. Allemaal zaken die niet binnen jouw bedrijfsmuren gebeuren, waar data wel wordt gegenereerd. Een voorbeeld van de luchthaven Kopenhagen, die is al wat ouder, maar die hebben gewoon allemaal wifi hotspots opgehangen op de luchthaven. En vervolgens zijn ze daarmee eigenlijk alle passagiersstromen in kaart gaan brengen. Want ja, wifi was vrij, dus iedereen ging op wifi en liep van de ene plek naar de gate. En kon daardoor met hun see-by-fly shops eigenlijk zeggen van nou, je hebt hier 70% van je passagiersstroom voorbij komen, dus dit is een reële huurprijs voor jou. Maar wij geven dus gevraagd, maar ook ongevraagd gegevens Absoluut. Weg. Ja. En dat kan dus ook tegen ons gebruikt worden. Want die huurprijzen gaan omhoog, dus die winkelier denkt, goh, dan zet ik er ook een tientje bovenop, want mijn prijs ligt hoger. En uiteindelijk zijn wij dan zelf, krijgen wij de straf voor het feit dat wij onze data delen. Nou ja, je bent zelf de prijs en dan raak je ook gelijk een stuk van privacy. Want ja, je hoeft het niet te doen. Kijk, mijn ouders belden vroeger niet, als ze een restaurant waren geweest, 300 man. Van joh, ik heb daar gegeten en het was hartstikke lekker. En nu post je het op Facebook, je checkt in, laat een foto zien. Ja. En als het een beetje mee zit, heb je binnen een minuut 300 likes. Zo werkt het dan ook wel weer. Maar zijn er ook nog, want dan hoor ik liever een voorbeeld waarin we er wel echt iets aan hebben. Kan het ook in ons voordeel werken, dat data uitzenden? Ja, zeker. Als ik kijk nog even naar, laten we eens in Brabants voorbeeld nemen. Je hebt de Stratums Eind, daar wordt gewoon met licht wordt daar gewerkt. En eigenlijk op het herkennen van patronen weten ze gewoon van, oh, daar komt agressie aan of dat dreigt agressie, waardoor ze de verlichting kunnen verhogen. Waardoor ja, iemand zich wel twee keer bedenkt om een klap uit te delen. Want die camera's die zijn dan iets scherper, die camerabeelden. Het gaat eigenlijk twee kanten op. Bob, in de sport wordt natuurlijk big data ook veel gebruikt. Waar zien je dat dan in terug? Nou, wij werken inmiddels met een team van 40 mensen. Waarvan er inmiddels 15 eigenlijk continu online / digitaal bezig zijn. Dat had ik 10 jaar geleden nooit kunnen vermoeden. Maar om een heel simpel idee te geven. Stel je werkt voor een sponsor van PSV. Dan was het zo dat vroeger PSV wist, als je praat over de achterban van PSV, de seizoenkaarthouders, bijvoorbeeld de fans. Vroeger wist PSV, we hebben te maken met Piet. En Piet is 58 en dit is het adres van Piet in Eindhoven of in Valkenswaard of in Waalre of waar dan ook. Maar tegenwoordig weten wij van heel veel actieve en passieve sporters exact wat hun hobby's zijn, welke kleding of andere materialen ze aanschaffen om die hobby's te beoefenen, hoe vaak per jaar ze bijvoorbeeld naar het buitenland gaan om de Mont Ventoux te beklimmen of een marathon te lopen, waar ze wonen, hoe oud ze zijn, wat de gezinssamenstelling is. En op basis daarvan, en dat maken wij denk ik elke dag mee op basis van de cookies natuurlijk die we... Ik loop regelmatig online te surfen naar allerlei apparaten en producten. Ja, ik krijg op de gekste momenten in één keer weer net die lamp voor mijn neus. Maar het is toch ook heel eng dat je zo uitgelezen kunt worden door die data en dat die linkjes zo makkelijk te maken zijn. Ja, maar het heeft ook wel iets engs, maar tegelijkertijd heeft het ook wel iets heel positiefs. Want ik word tegenwoordig voornamelijk nog lastiggevallen met aanbiedingen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, die echt op mij gericht zijn. En andersom is het voor bedrijven niet meer schieten met hagel op het moment dat je met marketing bezig bent. Dus het heeft ook wel iets heel moderns. Ja, vanuit de bedrijvenkant dan inderdaad. Nou wordt natuurlijk die big data heel veel gebruikt voor grote bedrijven. Maar kan dat ook interessant zijn voor de wat kleinere bedrijven? We zien wel dat er bedrijven gewoon zijn die er al serieus geld mee verdienen. Hoe dan? Nou ja, er is een bedrijf die gewoon vanuit Vodafone bijvoorbeeld ook weer de vervoerstromen krijgt. En daardoor met festivals of vervoersstromen bij de gemeente kan adviseren hoe ze bepaalde wegen moeten aanleggen. Ja. Stel nou dat een bedrijf denkt van ja, ik wil er wel iets mee, ik heb gegevens, maar ik weet niet wat. Heb je tips of tricks waar ze mee kunnen beginnen om hier iets mee te doen? Ja, nou begin vooral met meten. Want het meten is niet meer zo duur. Dat kost, ja, je kan tegenwoordig op de gekste manieren kan je zaken gaan meten. Loop ik een winkel binnen, kan ik al gemeten worden van waar ik in de winkel ben of wat dan ook. En opslag van data is ook niet meer zo duur met alle cloudontwikkelingen. Dus ga dat doen en ga daarna kijken van ja, zijn er mogelijkheden dat ik die data kan koppelen en het relevant kan maken. Oké, kom ik zo nog even op terug. Laten we eerst even kijken naar een praktijkvoorbeeld. Want Bas Mobiliteitsbeheer is een bedrijf in Haper dat auto's verhuurt en leased. En ze maken al gebruik van big data.
combinatie mobiliteit en big data is om grip op de zaak te krijgen. Wat gebeurt er wanneer met de auto? Wie rijdt er mee? Wanneer rijdt hij er mee? Hoe vaak rijdt hij er mee? Hoe hard rijdt hij er mee? Wat is het brandstofverbruik? Het belang van het uitlezen van data in een auto is uitermate belangrijk. Kosten besparen, routes indelen, gebieden indelen. Ja, auto's worden betaald naar aanleiding van het aantal kilometers die ze rijden natuurlijk. Brandstof is hartstikke duur. Dus middels track and trace kun je gewoon je zaak optimaliseren. Je wagenpark optimaliseren, je gebieden optimaliseren van je accountmanagers. Grip op de zaak. Ja, na de zomer dan start in Den Bosch de Graduate School, een universitaire opleiding. Heeft het MKB daar straks ook wat aan? Ja, en ik denk dat, dat je er met name wat aan hebt door gewoon je data met hun te gaan delen. Ja. Dus ik zou ze vooral gaan opzoeken vanuit je onderneming om dat op die manier te gaan doen. Ja, maar nu wordt er natuurlijk heel veel geregistreerd van gedrag. Worden we nou straks echt gestuurd door big data? Nou, het gebeurt nu ook al, denk ik wel. Je krijgt al, nou, dat is dan wel Amerika, maar daar worden al gewoon producten naar je toegestuurd omdat ze ervan weten dat je dat waarschijnlijk nodig gaat hebben.